piraatjes! Alle wind in de zeilen nog aan toe. Is dat alles? Ik dacht dat ik hier echte piraten zou ontmoeten. Schip ahoy! Aha, dat zijn echte zeepiraten. Welkom op onze scheve schuit. Steven, trek je broek maar uit. Berend, wat zeg jij nu, jongen? Berend zei... Steven, trek je broek maar uit. En waarom zeg jij dat? Omdat het rijmt op schuit, kapitein. Maar Berend, jongen, ik probeer aan de piraatjes in de zaal te vertellen dat wij zo dadelijk gaan vertrekken, dus nu niet meer van die onnozele rijmpjes maken. En trouwens, Steven is matroos. Die hoort de zeilen uit te trekken, dus niet zijn broek. En jij bent een kok en geen dichter die rijmpjes maakt. Nu moeten we het voor jou helemaal opnieuw doen, Berend. Opnieuw voor Berend. Onze scheve schuit. Brokkenpuree met scheepsbeschuit. Berend, waarom zeg jij nu weer brokkenpuree met scheepsbeschuit? Omdat Berend kok is. En vanavond maakt Berend dus brokkenpuree met scheepsbeschuit. Ja, Berend, maar waarom zeg jij dat nu? Omdat dat ook rijmt op schuit, kapitein. Maar Berend, jongen, ik probeer aan alle piraatjes in de zaal te vertellen dat wij zo dadelijk gaan vertrekken hier op Vulkaaneiland. Dus nu niet meer van die domme rijmpjes maken, Berend. Alleen nog belangrijke dingen zeggen. Goed, opnieuw voor Berend. Schip ahoy! Zoals ik dus al zei, vertrekken wij zo dadelijk hier op Vulkaaneiland. En daarom heet ik jullie allen welkom op onze scheve schuit. Met z'n allen naar de kajuit. Binnen! Kapitein heeft toch gezegd alleen belangrijke dingen. En als de maatjes vertrekken, dan moeten de maatjes toch naar de kajuit. Domme kok. Auw! Wij hebben toch niet genoeg kajuiten aan boord van onze scheve schuit voor al de piraatjes in de zaal? De meidjes gaan toch vertrekken? Inderdaad, Berend. En dat probeer ik nu al de hele tijd uit te leggen aan alle piraten in de zaal. Maar jij praat daar steeds doorheen. Met die domme rijmpjes van jou. Opnieuw voor Berend. Nee. Wacht. Want zo blijft dat duren. Stien, ga naast Berend staan en zorg ervoor dat hij niks meer zegt. Ai, ai, piraat. Schip ahoy! Zoals ik dus al zei, vertrekken wij zo dadelijk met onze scheve schuit. En varen over de zeven zeeën de haven uit. Naar een eiland vol met fruit. Maar eerst zingen wij met z'n allen een liedje en dat zingen wij... Heel luid. Ajawaje! Nee, Berend Brokkenpap, dat zingen wij niet luid, jongen. Dat zingen wij Stien, Berend, Piet en Steven. En dat liedje dat heet... Leven het piratenleven! Berend! Oké. Stientje aan het roer, Steven trekt de zeilen uit en gooi de trossen los. En jij naar de kombuis. Schuiven de golven en gier. De wind maken me vrolijk en blij als een kind. Ik leef op een schip, ik ben nooit meer alleen. Want in mijn kajuit zijn mijn vrienden bijeen. Geef mij de zee en een krakende boot. Want op het land ga ik elke dag dood. Leven het piratenleven, hip, hip, hoi. Hijs de zeilen en de zeeën, hip, hip, hoi. Al wie niet op zee kan leven, die was beter thuis gebleven. Leven het piratenleven, leven het piratenleven, hip, hip, hoi. Hijs de zeilen en de zeeën, hip, hip, hoi. Stien en Berend, Piet en Steven gaan een avontuur beleven. Leven het piratenleven. Thank you.
mensen, plezier en gelach. Nieuwjaar, Halloween of carnaval. Op onze schuit is het dagelijks wal. Storm en regen, het maakt ons niet uit, want wij zitten droog in onze kajuit. Leven het piratenleven, hip, hip, hoi. Hijs de zeilen met de steven, hip, hip, hoi. Al die niet op zee kan leven, die nog zeker thuis kan leven. Leven het piratenleven, leven het piratenleven, hip, hip, hoi. Hijs de zeilen met de steven, hip, hip, hoi. Denkt, ik word ook een piraat. Scheep dan maar in, want het is nooit te laat. Kom, vaar maar mee op mijn scheve schuit. En leer dit piratenlied en zing het luid. En jullie! Leven het piratenleven. Hoi! Hij is de zeilen en de zweven. Meegezongen, piraatjes in de zaal. Kapitein! Berend heeft me weer nodig. Kapitein! Ja, ja, Berend, ik kom eraan, jongen. Kapitein? Ja, Berend. Is het geen tijd voor de koepjes? Inderdaad, Berend. Ja, piraatjes in de zaal, het zit namelijk zo. We hebben alle vier iets gekocht. Een soort van cadeau. Iets wat we dagelijks op onze scheve schuit kunnen gebruiken. En dat gaan we nu aan elkaar laten zien. Matjes! Matjes! Verzamelen! Wat is er, piraat? Ah, Stientje, het is tijd dat we de koopjes aan elkaar laten zien. Ah! En Berend zal als eerste het koopje van Berend laten zien. Nee, Berend. Wat? Nee, jongen, want ik ben de kapitein. Dus ik mag mijn koopje als eerste laten zien. Niks verklappen, hè, piraatjes. Wow! Wow! Oh, kapitein, het is fantastisch. Wat is het? Berend. Dit, jongen, is een echt piratenzwaard. Alle piraten hebben een echt piratenzwaard. Piraat? Ja, Stien. Wij zouden toch iets kopen voor op onze scheve schuit? Inderdaad, Stien. Iets dat wij goed konden gebruiken? Inderdaad, Stien. Maar wij vechten toch nooit op de scheve schuit? Inderdaad, Stien. Inderdaad, Stien. Waarvoor gaat kapitein dat zwaard dan gebruiken? Voor de sier. Hé? Als aankleding van onze scheve schuitmaatjes. Ik hang hem zo meteen op in mijn kajuit. Berend, wat heb jij gekocht? Oh, Berend heeft iets gekocht voor de kombuis, kapitein. Kapitein. Berend, dat is een hamer. Inderdaad, kapitein. Waarvoor heb jij een hamer nodig? Voor de aardappelen, kapitein. Voor de aardappelen? Met deze hamer kan Berend van de aardappelen puree maken. Kijk maar, kapitein, zo. Oh.
Berend wist niet dat Steven zo dicht bij Berend stond. Domme kok. Gaat op Steven, jongen. Hé, wat heb jij gekocht? Een beker. Met een deksel op. Misschien zit er wel iets in. Dat zullen we gauw weten, Berend. Ja? Ik draai gewoon dat deksel los. Steven. Alle wind in de zuilen nog aan toe. Dat deksel zit muurvast. Slappeling. En... ja, ja. Jojo. Stelletje slapjanissen. Ik zal dat deksel er wel even afdraaien. Verdorie. Ja, als ik het er niet af krijg, dan zit het deksel inderdaad muurvast. Wacht, Berend heeft een idee. Met deze hamer krijgt Berend het deksel er zeker af. Ja. 1, 2 en 3. Berend, jongen, nu sla je weer op Steven zijn hoofd. Domme kop. Gaat het, Steven? Daar zijn bardenbrakken, pap. Berend vindt dat Steven een hele domme beker heeft gekocht. Ah ja, want de makers kunnen er niet eens uit drinken. Ik vind dat jullie allemaal domme koopjes hebben gedaan. De piraat die heeft een zwaard gekocht voor de sier. En jij, Brokkenpap, jij koopt een hamer waar je Stil steeds mee slaat. En Stil die koopt een beker waar je niet uit kan drinken. Daar kunnen we toch allemaal niks mee doen? Ah nee, en wat heb jij dan gekocht, Stietje Struis? Ik... deze mooie, grote, lege kist. En wat zit er dan in? Berend, een lege kist, jongen, daar zit niks in. Domme kok! Daar is het parten, Brokkenpap. Wat kunnen de maatjes niet doen met een lege kist? Maar Brokkenpap, daar kunnen we dan toch iets instoppen? Maar natuurlijk, daar kan ik mijn zeekaarten instoppen. En Berend de aardappelen. Jij! Oh, en Steven Stil zijn visgerij. Nee, nee en nog eens nee. Het is mijn kist en ik beslis wat er wordt ingestopt. En voorlopig, maatjes, is dat niks. Vooruit, breng hem maar gauw naar mijn kajuit. Oké. Daar zat Bordenbrokken, pap. Dat is wel een zware kist om een lege kist te zijn, hoor. Ja, inderdaad, Berend. Ben je wel zeker dat die kist leeg is? Maar natuurlijk. Ik heb hem in mijn eentje van de markt naar de scheve schuit gedragen. Goed, Steven, kom. Help eens. De kist, Steven. Kom aan. Daar is het voor de brangenpap. 16. Ben je wel zeker dat dat een lege kist is? Jullie zijn gewoon een stelletje slapjanissen. Nee, Stientje Struis. Er klopt iets niet. Toch wel. Hoe toch wel? Er klopt wel iets. Berend heeft geklop gehoord. Ik hoor niks. Ik ook niet. En Steven Stil hoort ook niks, dus geen geklop, Berend. Maar dat die lege kist zo zwaar is, Tien, dat klopt niet. Nu hoor ik het ook. Ik ook. Aha. Berend had dus gelijk en heeft dus wel geklap gehoord. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Waar komt dat geklop vandaan? Misschien uit het onderruim. Ah, of op het dek. Of misschien uit Berends hoofd. Domme kok. Nee, Steven. Berend zoekt naar het geklop. En Steven kan maar beter meezoeken. Ja, vooruit, Steven, jongen, zoek eens mee. Oh, maar nee, wacht. Stil wil iets zeggen. Wat wil je zeggen, Stil? Wat wil Stil zeggen, piraatjes in de zaal? Wat? Komt dat geklop uit die kist? Maar dan is die kist niet leeg. Misschien zit er wel een klopgeest in. Daar is het!
of een griezelig monster. Met drumsticks. Oh. En van billig letsen bokken, Zwitserse gruzel, Zwitserse wombatbeer. Wat? Een billig letsen bokken, Zwitserse gruzel, Zwitserse wombatbeer. Beren, die bestaan toch niet? Nee, maar dat klinkt wel heel eng. Ja. Domme kok. Hey. Jullie zijn gewoon een stelletje bangerikken. Ik zal wel eens even kijken wat er in die kist zit. Dat is een heel goed idee, Stien. Daar gaat-ie. Oh nee. 1, 2, 3. Esmeralda. Esmeralda. Ja. En wie zijn jullie? Ik ben Pipi. Pipi Lankhuis? Oh, man, nee. We zullen ons wel voorstellen in een liedje. Dat is een heel goed idee, Stientje Struis. Esmeralda. Vooruit, piraat, op je plaats. Hupla. Brokkenpap. Hey. Zijn we nog aan toe? Ik kan niet van zingen. 1000 borden brokkenpap. De allerleukste zeebonken, die wonen op mijn boot. Ahoy! We zingen en we dansen en we eten brokkenbrood. Dat brood dat wordt gebakken door Berend brokkenpap. Zijn brokkenbrood is heerlijk, maar zijn soep is veel te slap. Is veel te slap. Piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de schepen schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Piep, piraat, piep, piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de schepen schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Wij varen nooit verloren, want de stuurvrouw is Stien Struis. Ze is zo sterk als een beer, maar wel bang van een muis. Van een muis, wat? En steven stil, die hoor je nooit, van praten kan hij niet. Al zou wij heel graag willen, hij zingt niet mee met dit lied. Niet mee met dit lied. Piet piraat, piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy. En ook al is de kans dat wij een schat vinden heel klein, oh. Maar dat vinden wij niet erg, zolang wij maar samen zijn. Ja! Piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, maakt hij alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat, piet piraat. Piet piraat, piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, maakt hij alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat.
dat is aan jullie. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar... wat kom jij doen op onze scheve schuit? Oh, wel, ik ben een arme wees. Ik heb geen ouders. Op die vulkaaneiland, ja, daar woonde ik bij mijn oom. Maar hij was altijd heel boos op mij. Ik moest altijd spruitjes eten. Mm. En altijd vroeg naar bed. En ik mocht nooit met die andere kinderen spelen. Dus ik heb geen vriendjes. En voel mij altijd heel eenzaam. En toen? Ja. Oh, en toen zag ik dat jij die kist wilde kopen. Hè? Toen ben ik daarin geklommen. En zo heb jij me aan boord van de scheve schuit genomen. En waar wil jij dan naartoe, mijn lieve Esmeralda? Och, ik wil de gehele wereld zien. Ik wil de mooiste route varen over de zeven zeeën. Langs de mooiste eilanden van de oceanen. Oh. Maar dat kan. Maar natuurlijk, ik zal meteen een hele mooie route uitstippelen op een van mijn zeekaarten. Jij krijgt de mooiste route die er bestaat. Oh, echt waar, Pieter Piraat? Oh, dat is zo lief van jou. Berend is kok en kan heel goed koken. Oh, echt waar, Berend? Mm-hmm. Oh, Berend, ik zou zo graag heerlijke vieze willen eten met verse fruit. Vieze met een verse fruit. Oh. Berend gaat meteen aan de slag. Oh. Hoewel? Meteen? Wat zeg je, Stefan? Die uitslover zegt dat hij de zeilen extra bol zal zetten, zodat de scheve schuit snel zal kunnen varen. Oh, echt waar? Oh, wat spannend. En dan? Wat, neem je mij mee? Waar naartoe? Oh. Ja, een eiland. Vulkaaneiland. Nee. Huh? Een punt? Nee, naar het voordek. Oh. En dan? Oh, spannend. Voordek. Oh, Stefan! Stil! Lieve Stefan. Oh, de beker! Is die beker van jou? Huh? Wat een mooie beker. Ah, mag ik hem hebben? Hij kan niet eens open. Er zit een deksel op. Lieve Stefan. En nu is het afgelopen. Vooruit, maak dat je naar boven bent en neem die onnozele beker mee. Oh, jij wil nog een kusje. Een klap kan je krijgen. Sextine, waarom ben jij nu zo boos? Jongens zijn stom. Hè, piratenmeisjes in de zaal?
Wat? Hoezo? Oh, ze denken altijd dat ze de beste zijn en zo en de slimste en de sterkste. En dan gaan ze de hele tijd stoer zitten doen tegen de meisjes. Ja, dat is toch juist grappig? Grappig? Ja. Vind jij dat grappig? De piraat heeft nog nooit voor mij een mooie zeeroute uitgestippeld. En Brokkenpap heeft ook nog nooit voor mij vis met vers fruit gemaakt. En Stil heeft nog nooit met mij zo... op het voordek gestaan. Ah, oh, Stien. Stien, wees blij. Oh, zo blij. Jij bent toch veel beter dan die jongens? Ja, vind jij dat? Ja, jij bent juist te sterk en stoer en lief en slim. En het allerbelangrijkste. Jij bent een meisje. Jij bent veel beter dan die drie mannen bij elkaar. Denk jij dat? Wie bestuurt hier deze schuit? Ik? Ah, en wie bepaalt hier de juiste route? Ah, dat is de piraat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Maar meestal klopt daar niks van. En dan moet ik het oplossen. Ah, en wie kookt hier het lekkerst? Jij of die... Krijg het maar dat, Brokkenpap. Of die Berend. Ik natuurlijk. Brokkenpap, hè? Die maakt alleen maar van die vieze Brokkenpap. En jij bent toch wel handiger dan die domme matroos. Ja, wie het zegt, dat is waar. Eigenlijk is het niet eerlijk, hè? Wat is er niet eerlijk? Eigenlijk zou het beste bemanningslied de kapitein van de schuit moeten zijn. Jij bedoelt dat... Precies. Jij zou de kapitein moeten worden van de schuit. Ik? Maar ik ben een meisje. Nou en? Meisjes kunnen toch ook kapitein zijn? Niet waar, meisjes? Ja, vinden jullie dat ook? Ja, echt waar. Stien. Ik zal ervoor zorgen dat jij kapitein wordt van de scheve schuit. Had je ons geroepen, lieve Esmeralda? Het eten is bijna klaar, Esmeralda. Steven, Esmeralda heeft ons geroepen, jongen. Nee, Stien heeft jullie geroepen. Wie? Ik! Oh, Stien. Is er soms een probleem met onze schuit? Liggen we uit de koers? Nee. Ik wil de nieuwe kapitein worden van de scheve schuit. Stientje, dat gaat toch niet? Want jij bent een meisje. Ja, en dan kunnen meisjes misschien geen kapitein zijn. Maar Stientje, nee, natuurlijk niet. Meisjes, die zijn namelijk niet zo slim en niet zo stoer als jongens. Ja, en die kunnen ook helemaal niet zo goed vechten als jongens. Oh, nee. Oh, nee. Esmeralda, dat bedoel ik natuurlijk niet jou mee, hè? Ik ben het met Stien eens. Goed, dat! We zullen zien wie er de beste is. Inderdaad! Alleen Berend begrijpt het niet zo heel goed. Gewoon, heel simpel. De meisjes tegen de jongens. De meisjes tegen de jongens. Ja, wij tegen jullie. En... de winnaar krijgt de beker van Stefan. Wat? En wordt
de nieuwe kapitein. Oh, geen sprake van. Steven wil de beker zeker nooit afgeven. Ah, jullie durven niet, hè? Jawel, maar wat? Als jullie toch denken dat jullie beter zijn, dan maakt het toch niet uit? Esmeralda, luister goed. Zijn jullie soms bang? Bang? Ik ben helemaal niet bang. Ah, oké. Birut? Ook niet bang. Ah, Stefan? Goed. Dan is het vanaf nu de meisjes tegen de jongens. Oké. Berend. Berend. En hoe gaan we dat dan doen? We doen 3 proeven. Dan kunnen we zien wie de beste zijn. Hè? De eerste proef is... Koken? Nee, Berend. Ja, Berendpap. Wij vinden dat goed. Jullie hebben de eerste proef mogen kiezen. Nu mogen wij de tweede kiezen, Stien. De tweede proef is de tweede... Wie het sterkste is! Oh, dat is niet eerlijk. Want dat ben jij natuurlijk. Maar jij zei toch dat meisjes niet sterk waren? Goed, dat is dan de tweede proef. Maar dan kies ik de derde proef. Oké. Okay. Iets wat wij beter kunnen dan de meisjes. Juist, verstoppertje. Wat? Verstoppertje? We spelen verstoppertje. Zo kennen we onmiddellijk wie het beste onze scheepsschuit kent. Ah, oké. Okay. Dan beginnen we nu met de eerste proef, hè? Ja, en dat is koken? Inderdaad, Berend. En wij moeten beter koken dan die meiden. Hé, stop! Maar de strijd is niet eerlijk. Jullie zijn met 3. En wij zijn met 2. Ah ja? Ja, één van jullie mag niet meedoen. Steven, je mag niet meedoen. Die beker, die is van jou, ja. Inderdaad. Berend, jij mag niet meedoen. Ah, wacht eens, maatjes. Kom eens terug, kom. De eerste proef is koken. Inderdaad. En Berend is kok. Oh ja, dat is waar. Maatjes, wie mag er dan niet meedoen? Ik? Oh nee, natuurlijk niet, maatjes. Ik ben de kapitein van de schepenschuit en kapiteins die doen altijd mee. Dus we zullen strootje trek moeten doen. Strootje trek. Nou ja, Berend, strootje trek. Wie het kortste strootje trekt, mag niet meedoen. Steven, de strootjes. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Nu mag ik niet meedoen. Oh, dan mag jij de jury zijn. De jury? Ja, jij bepaalt wie welke proef wint. Oké, Esmeralda. Okay. Zo gaat hij de jongens laten winnen. Ach, maak je niet druk, Stien. Wij winnen toch. Kandidaten, zijn jullie klaar voor de eerste proef? De eerste proef is wie maakt het lekkerste gerecht? De meisjes of de jongens? Ik zou zeggen, kandidaten, haal het eten. Wij zijn dikke vrienden, we varen op zee. We nemen om te eten onze voorraad mee. 1, 2, 3, wisse, wie. We nemen om te eten onze voorraad mee.
die kroppe sla, een kist broccoli, een doos vol beschuiten en een salami. 1, 2, 3, wisse, wisse, wie, een doos vol beschuiten en een salami. Met druiven, een zak vol met kraam, een reep chocolade en ook een banaan. 1, 2, 3, een wisse, wisse, wie, een reep chocolade en ook een banaan. We drinken veel water, maar ook wel melk. Beneden in het ruit staat een koe voor elk. 1, 2, 3, een wisse, wisse, wie, beneden in het ruit staat een koe voor elk. Als alles op is, dan meren we aan om nieuwe voorraad in de haven op te slaan. 1, 2, 3, er is een wisse wie om nieuwe voorraad in de haven op te slaan. Zo blijven we varen hier ver vandaan en hebben wij nooit honger op de oceaan. 1, 2, 3, er is een wisse wie en hebben wij nooit honger op de oceaan. 1, 2, 3, wisse, wisse, wie, en hebben wij nooit honger op de oceaan. Goed, kandidaten. Dan beginnen we nu met de eerste proef. Wie maakt het lekkerste gerecht? Berend. Zet hem op, jongen. Nou, ja. En de zandloper gaat nu in. Laat de gerechten maar zien aan de jury. Tada! Dat ziet er heerlijk uit. En de jongens. Berend. Berend, jongen, wat heb je nu gemaakt? De specialiteit van Berend? Brokkenpuree. Het ziet er niet uit. De mama van Berend heeft altijd gezegd... Berend, jongen, het moet er niet lekker uitzien, het moet lekker smaken. Ja, het is al goed, Berend. Laat de gerechten maar proeven aan de jury. Dan maak ik de winnaar van de eerste proef bekend. Hé, hey, stop! Niet zo natuurlijk. Je mag pas proeven met een blinddoek om. Anders dan weet je toch van wie welk gerecht is. Dat is goed gezegd, Esmeralda. Steven de blinddoek. Zie je nog iets, piraat? Nee, Stien. Hoeveel vingers steek ik in de lucht? Vier. Oké, de piraat ziet niks meer. Stil. Zo, piraat, ja. Hier komt het eerste gerecht. Aha. Oh, wat een geur. Oh, la 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 la. Oh.
Oh, wat een smaak overheerlijk. Oh, dit heb ik in jaren niet meer gegeten. Ja. Oké, okay. En dan nu het volgende gerecht. Ja, dit is een zeer bekende geur. Ja, en ook een heel bekende smaak trouwens. Goed, ik weet wie de eerste proef gewonnen heeft. Piraat, welk gerecht vond jij het allerlekkerst? Wel, het eerste gerecht was best wel heerlijk. Maar dat van Berend... Wat? Ik bedoel, het tweede gerecht vond ik het lekkerst van allemaal. En dus de jongens hebben de eerste proef gewonnen! Ja! God, dat is niet eerlijk. Jij hebt expres het tweede gerecht gekozen omdat jij heel goed wist dat dat van Brokkelpap was. Oh, maak je niet roekstien. De volgende proef, die winnen wij. Inderdaad. Ik bedoel, inderdaad. We gaan over naar de volgende proef. En die volgende proef, daarvoor moeten jullie... Anker heffen. Wat? Heel goed, Stien. Ja. Wie het anker kan optielen, die wint de volgende proef. Jongens, wij kunnen dat. De scheve schuit over de Zoute Zee. Welgezien de haven uit over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. We zoeken een piratenschat over de Zoute Zee. Daarom zijn we weer op pad over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. Ligt ver weg op het strand over de Zoute Zee. Een kist vol goud en diamant over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. De wind blaast ons het zeegat uit over de Zoute Zee. De wind blaast deze schuit vooruit over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. Een orkaan voorbij over de Zoute Zee. Dan zetten wij de zeilen bij over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. En s'avonds eten wij bescheid over de Zoute Zee. Op brokkenpap met stukken fruit over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. Lang zien wij geen land over de Zoute Zee. Geen boom, geen huis, geen gouden strand over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. En als het zomaar warm is over de Zoute Zee, dan is het in het water fris over de Zoute Pekelzee. Over de Zoute Zee. Over de Zoute Pekelzee, over de Zoute Zee. En als de sneeuw ligt op het dek, over de Zoute Zee, dan breken wij soms onze nek. Over de Zoute Pekelzee, over de Zoute Zee. En als hij veert op onze spijt, over de Zoute Zee. Hey, is er geen stap, de jaagt geen tijd. Over de Zoute Pekelzee, over de Zoute Zee. En vinden wij de schat op die, over de Zoute Zee. En dan zijn we nu aan de tweede proef gekomen. Anker heffen. Ja, en de jongens mogen beginnen. Ja.
Goed, Berend, zet hem op, jongen. Jullie tijd gaat nu in. Ja, vooruit, Steven, help Berend. Die kikker was tegen. Hé! Stop ermee! Ah, mama! Oh! Berend, wat is er gebeurd, jongen? Ah, de rug van Berend heeft kalak gezegd. Oh, Berend, jongen, vooruit, Steven. Help Berend overeind, jongen. Ja. Au! Au! Bedankt, Steven. Die in het water gevallen is. En wat ga jij doen, Berend? Steven uit het water halen? Inderdaad, Berend. Kom, Steven. En? Stop! Wat? Oh. Ja, jullie tijd is om. En jullie hebben het anker niet kunnen optillen. Dan is het nu aan de meisjes. Meisjes, jullie tijd gaat nu in. Kom op, Steen! Kom op, Steen! Kom op, Steen, daar heb ik het voor! De wind in de zeilen nog aan toe. De meisjes hebben de tweede proef gewonnen. De meisjes! Yes! Dag, kandidaten. Het is nu gelijke stand. Dat betekent 1-1. We zijn nu bij de laatste proef gekomen. Verstoppertje. Wie deze wint, wordt voor 1 dag kapitein van de 7 zeeën. En verstoppertje spelen, dat doe je... Hoe moeten we dat precies spelen? Een van de jongens die gaat zich verstoppen. Dat zal Berend zijn. Want Berend is de beste verstopper van de 7 zeeën. Ah, goed. Voor de jongensploeg. Zal Berend zich gaan verstoppen? Hey! En voor de meisjesploeg zal Steen zich gaan verstoppen! Yeah! Nu gaat Stefan Steen proberen te vinden. En ik ga Berend proberen te vinden. En wie de ander als eerste vindt, die heeft gewonnen. Dat is een eerlijke strijd. Goed, de zoekers aan de mast. En de jury telt tot 20. En Stientje en Berend houden zich klaar om zich te gaan verstoppen. Ja. Kandidaat, zijn jullie klaar voor de strijd? Ja. Goed, klaar, af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ah, brokkenpap. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jullie tijd is om. De zoekers houden zich klaar om te gaan zoeken. Kandidaatzoekers, zijn jullie klaar voor de strijd? Ja. Af! Nou, flauw hoor, Stefan. Ah, lukt het, Stefan?
Pirek! Oh, nee. Stil heeft mij gevonden. Nu hebben wij verloren. Esmeralda? Ja? Stil heeft mij gevonden. Wij hebben verloren. Wat? Goh. Ja. Nee, hoor. Stien. Nog niet. Want Stefan kan niet praten. En daarom niet tegen Piet zeggen. We sluiten hem hierop. En wij zullen winnen. Jammer, dat is fout spelen. Inderdaad. Maar jij wil toch nog steeds kapitein worden? Huh? Ja, dat wel. Ah. Kom op, Stien. Oh, we sluiten Stefan op. En wij gaan Berend vinden. Zo. Zoek jij in het kombuis? Dan zoek ik hier. Kinderen, weten jullie waar die Berend is? Ah. Gaan jullie mij dat vertellen? Nee? Ik kom er toch wel achter, want ik moet. En ik zal die beker van Stefan winnen, want alleen zo word ik de eerste, de beste vrouwelijke piraat van de Zeven Zeeën. Zo, nu zijn we even samen. Die vier grapjassen zijn weg. Dus nu is de tijd gekomen dat ik jullie snel iets zeg. Want die lieve Esmeralda legt haar prachtig plan nu uit. Nog heel even en ik ben de baas van deze schepen schuit. Esmeralda, Esmeralda, wordt de machtigste piratenvrouw van iedereen verbeefd. Esmeralda, Esmeralda, wordt de grootste kapitein die ooit op aarde heeft geleefd. Ja. Ik zag Stefan op de markt. Hij kocht die beker en ik wist dat hij magisch was. En daarom kroop ik hier in deze kist. Binnen in die gouden beker wordt een halsketting bewaard. Wie die ketting draagt, dat wordt de sterkste zeepiraat bewaard. Esmeralda, Esmeralda, wordt de machtigste piratenvrouw van iedereen verbeefd. Esmeralda, Esmeralda, wordt de grootste kapitein die ooit op aarde heeft geleefd. Oh ja. Wat kan mij die wedstrijd schelen? Of ik winnen zal of niet? Maakt niet uit, straks heers ik over Berend, Stefan, Stien en Piet. Dus ik doe nu nog heel even of ik samen span met Stien. En daarna laat ik meteen de ware Esmeralda zien. Eigenlijk is het niet eerlijk. De jongens hebben gewonnen. Ik wil heel graag kapitein worden, maar vals spelen, dat vind ik niet goed. Ik ga het aan Esmeralda zeggen. Esmeralda, Esmeralda, wordt de machtigste piratenvrouw waar iedereen van beeft. Esmeralda, Esmeralda, wordt de grootste kapitein die ooit op aarde heeft geleefd. Esmeralda,
Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda. Wat de grootste kapitein die uit de paletten leeft. Zo. Daar was het jou dus om te doen. Jij wil die beker hebben en dan wil jij onze scheve schuit veroveren. Inderdaad. Doe je mee, Stien? Dan worden wij samen de eerste piratenmeisjes van de zee. Nee, nooit. Ik ga Stil bevrijden. Stil, Stil. Oh, Stil, Stil. Het spijt me zo dat ik je heb opgesloten, Stil. Sorry. Stil, wat is er? Wil je er niet uit? Wil je niet uit, Stil? Dat zal ook niet gaan. Want ik sluit jullie hier samen op. En dan zal ik het wel alleen doen. Jij kan mij hier toch niet opsluiten? Oh, nee? Nee, want ik ben de sterkste piraat van de Zeven Zeeën. Oh, ja? Ja. Zodra ik die beker heb, dan kan niemand mij meer verslaan. Ja, maar jij hebt die beker nog niet. Nou, nee. Nee. Oh, bedankt, Stefan. Dat had ik nu nog net nodig. Ja, roep maar. Er is toch niemand die je hoort. Ik sluit jullie samen op. En word kapitein. Birend. 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 Stefan heeft Stien gevonden. Jullie hebben gewonnen. Joepie, we hebben gewonnen. Gefopt. Ja, gefopt. Gefopt. Ja, nu heb ik jou gevonden. Oh nee, dus de maatjes hebben verloren? Inderdaad, joepie, wij hebben gewonnen. Piet, Piet de Piraat. Esmeralda. Wij hebben Birend gevonden. Berend? Ja. Is dat waar, jongen? Ja, kapitein, spijtig genoeg wel, ja. Alle wind in de zeilen nog aan toe, jongen, oh, toch? Moet je kijken, Berend, daar in die kist. Waar? Hier? Zo. Nu hoef ik alleen nog maar Piet te verslaan. Piet! Esmeralda. Oh, Piet de Piraat. Geef de beker maar aan mij. Want de meisjes hebben gewonnen. Nee. De piraatjes in de zaal, de meisjes hebben gewonnen. Ja. Dus zij verdienen die beker, hè? Luister niet naar Ken. En geef mij de beker. Oh ja, eindelijk. De graal van kapitein Kraakbeen. Wat? Is dat de graal van kapitein Kraakbeen? Inderdaad. En hierin zit de krachtenketting van de beste vechter van de wereld. Zien. Salabim. Za. Stretoscopen. Graal van Kraakbeen. Ga nu open. Ja. Oh, ja. Eindelijk. De krachtenketting. Als ik deze omdoen, ben ik de beste vechter van de wereld. Nee, nee, niet omdoen, Esmeralda. Ben je bang, Piet de Piraat? Wat een kracht! Bang? Ik ben helemaal niet bang. Ik zal mijn schuit verdedigen tot het einde. Met wat, Piet de Piraat? Hangar! Ha ha!
kapitein piraten ben ik. Kapitein van de Zeven Zeeën. Dag, Steven. Dag. Denk je nou echt dat ik daar nu nog een keer intrap? Ha? Goed, Steven, vooruit. Doe die krachtenketting om. Hey, wat? Mijn ketting? Maar nee, mijn kracht! Oh, oh nee! Stil. Au. Goh, stil, nu ben jij net zo sterk als ik. Berend wil die ketting ook. Berend, doe iets. Ah, en... Ups. Nee! Berend, jongen, wat doe je nu? De ketting in het water gooien om Steven te helpen. Domme kok! Maatjes. Luister eens allemaal goed. We hebben gevochten. We hebben gewonnen van die valse Esmeralda. Oh, nee, maar het spijt me. Ik wilde alleen maar een keer mijn eigen schuit hebben. En voor één keer kapitein zijn. Maar meisjes mogen nooit kapitein zijn. Dan had je dat maar moeten vragen, Esmeralda. Huh? Berend, wat gaan we met haar doen? De kist in en overboord. Nee! Goed, overboord en dan de kist in. Berend. Steven! Aha, ze wordt ons nieuwe boegbeeld. Oh, nee, niet het boegbeeld. Stop! Ah, Stientje heeft een voorstel. Ik vind dat ze aan boord moet blijven en dat ze voor één dag kapitein mag zijn. Goed. Wat? Ja, piraat, ik begrijp haar wel. Het zijn inderdaad altijd de jongens die kapitein zijn en nooit eens een keer de meisjes. Jij hebt vals gespeeld en dat was niet goed. Nee. Maar ik vind jou wel de stoerste meisjespiraat die ik ooit ben tegengekomen. Ik ook, Stientje, eigenlijk. En daarom, Esmeralda, benoem ik jou vandaag tot kapitein van de Zeven Zeeën. Het huis van elke piraat, daar over zeven zeeën. Niet in de stad, in een donkere straat, maar op de zeven zeeën. Waar voel ik me vrolijk, waar voel ik me goed? Daar op de zeven zeeën. Waar wil ik mijn leven lang zijn als het moet? Daar op de zeven zeeën. Een kikker woont gezellig in een modderige poel. Een ijsbeer slaapt onder de sneeuw, daar is het lekker koel. Een dromedaris die loopt rustig rond in de woestijn. Maar wie kan mij vertellen waar een zeepiraat wil zijn? Waar is het huis van elke piraat? Daar op de zeven zeeën. Niet in de stad, in een donkere straat, maar op de zeven zeeën. Waar voel ik me vrolijk, waar voel ik me goed? Daar op de zeven zeeën. Waar wil ik mijn leven lang zijn als het moet? Daar op de zeven zeeën. Vogeltjes zijn nest hangt in een den of in een eik. Een leeuw voelt zich in Afrika als een koning, zo rijk. Een gaatje in een plint is soms de woning
van een muis. Maar waar, oh waar, voelt elke echte zeepiraat zich thuis? Waar is het huis van elke piraat? Daar op de zeven zeeën. Niet in de stad, in een donkere straat, maar op de zeven zeeën. Waar voel ik me vrolijk, waar voel ik me goed? Daar op de zeven zeeën. Waar wil ik mijn leven lang zijn als het moet? Daar op de zeven zeeën. Een echte piraat kan niet aarden aan wal. Waarom dat zo is, dat weet ik echt niet. Dus waar ook ter wereld ons schip varen zal, daar zingen wij met z'n allen dit lied. Waar is het huis van elke piraat? Jullie! Daar op de zeven zeeën. Niet in de stad, in een donkere straat. Waar voel ik me vrolijk, waar voel ik me goed? Waar wil ik mijn leven lang zijn als het moet? Daar op de zeven zeeën. Waar is het huis van elke piraat? Daar op de zeven zeeën. Want in de stad, in een donkere straat. Maar op de zeven zeeën. Waar voel ik me vrolijk, waar voel ik me goed? Daar op de zeven zeeën. Waar wil ik mijn leven lang zijn?